Morgen is het zover. Exact 100 jaar geleden stemden de Eerste en Tweede Kamer voor het algemeen kiesrecht voor vrouwen. En dat vieren we. Toch lijken gelijke rechten voor man en vrouw niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn een heleboel mannen die het gewoon niet accepteren dat de vrouw aan politiek doet. Bemoeit u zich nu met politiek? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik ben nou een vrouw. Vrouwelijk leiderschap in Nederland is nog redelijk uitzonderlijk. Als vrouw krijg je toch eerst zoiets van, goh, hoe ziet ze eruit? En leuk klein meisje. Nee, mevrouw, dat doe ik niet aan, hoor. Oh, nee. Nee, helemaal niet. Nee. Of vinden ze dat de vrouw zich met politiek mag en moet bemoeien? Ik geloof toch niet in de Kamer of zo? Het is een vrouw, maar waarom? Sommige mensen kunnen er nog altijd niet aan wennen dat vrouwen ook voorzitter kunnen zijn. Nou, ik vind het meer mannenwerk. Het is en blijft een mannenwereld en ja. dat merk je wel. Je bent baas of je bent bazin van een delegatie, zo zit het gewoon. Dat klinkt wel aardig bazinnerig. Dank u wel. Ja, ik ga erover praten met Joyce Sylvester, de eerste vrouwelijke burgemeester van Surinaamse Komaf. Vicepremier Kajsa Ollongren en met de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. Hartelijk welkom allemaal. Mevrouw van Nieuwenhoven, om met u te beginnen. Het is 100 jaar geleden, dat is al een hele tijd. Toch is het belangrijk dat we er stil bij staan. Het is heel belangrijk, denk ik. En het is vooral ook belangrijk omdat we het werk nog niet gedaan hebben. Er moet nog altijd heel veel gebeuren. En als je ziet, in het Groninger Museum is het een grote tentoonstelling over 100 jaar strijd, heet het ook. Over 100 jaar kiesrecht voor vrouwen. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurd is. En dat het naast het krijgen van het kiesrecht, het was net alsof het een cadeautje was. Net alsof je in de 19e eeuwse democratie, waarin we al wel een grondwet hadden, waar alleen mannen in meededen. Een grondwet. Ja. In een democratie waar alleen de mannen in meededen. Even niet dus meedeed. Dat moeten we iedere dag nog vieren. Iedere dag? Iedere dag nog vieren. En we moeten ook iedere dag eraan denken dat we nog niet klaar zijn, helaas. Mevrouw Sylvester, u was jaren Eerste Kamerlid. Nu substituut ombudsman, zoals het heet. Vrouwen kunnen best wel wat aan. Maar dat heeft wel een tijd geduurd voordat dat een beetje ging doordringen bij iedereen. Dat het geval is. Nou ja, ik weet niet of het al is doorgedrongen tot iedereen. Want mijn ervaring is dat mensen in de functies die ik uitoefen nog wel behoorlijk opkijken als ze doorhebben dat ik de burgemeester ben. Mij wordt wel eens gevraagd, bent u de substituut ombudsman? Bent u de burgemeester? Bent u de senator? Ik merk dat ik continu eigenlijk beelden moet bijstellen, maar ook mijn eigen beeld. Want 's ochtends als ik opsta, mijn tanden poets, onder de douche ga, mijn tas inpak, is het voor mij heel normaal om het werk te doen wat ik doe. Maar ik heb gemerkt dat dat voor velen niet zo is. Dus ook ik moet mijn beeld bijstellen. Ja, toch wel schrikken als dan in uw omgeving af en toe dat soort verbazing wordt geuit naar u. Nou, ik ben eigenlijk wel heel blij als mensen het gewoon open en eerlijk zeggen. Ik denk dat we te maken hebben met beelden van eeuwen. Mensen hebben beelden van eeuwen. En we hebben het nu over 100 jaar vrouwenkiesrecht. In mijn familiegeschiedenis is het begonnen op 1 juli 1863... toen de slavernij werd afgeschaft. Mm-hmm. Een hele belangrijke datum. Daarna ook voor mij vrouwen die kiesrecht kregen. Dus ja, ik denk dat we dat verleden niet zomaar los kunnen laten. Wat zegt u? En dat u? We ook geduld moeten hebben om te zien dat het allemaal zich verder kan ontwikkelen. Ja, maar wat zegt u tegen mensen als ze zeggen, oh, bent u de burgemeester? Ik leer daarvan dat het niet voor iedereen gebruikelijk is. En soms leidt het wel eens tot gênante situaties. Maar ik heb wel wat humor en meestal komen we er wel samen wat lachend uit. Ja, mevrouw Ollongren, nu hebben we dat kiesrecht. Ja. Gefeliciteerd trouwens. Ja. Maar van de 150 Tweede Kamerleden is slechts 150, hè? 46 vrouw. Ja. In de Eerste Kamer, daar worden 75 zetels bezet, slechts 27. Dat is niet om heel vrolijk van te worden. Nee, het is dus nog steeds, hè, ondanks dat 100 jaar vrouwenkiesrecht, in de politiek nog geen afspiegeling in dat opzicht van de man-vrouw verhouding in de maatschappij. En trouwens ook op allerlei andere manieren nog onvoldoende een afspiegeling. Ja. Dat is opvallend. In dit kabinet bijvoorbeeld, 40% vrouw. Gaat al de goede kant op. Gaat de goede kant op. Er zijn er overigens wel veel van D66, iets minder van de andere partijen. Ja. Maar het gaat wel de goede kant op, maar nog, we zijn er. Ik ben het helemaal met Jeltje van Nieuwenhoven eens. We zijn er nog niet en het gaat blijkbaar niet vanzelf. Nee. Dat vrouwenkiesrecht en alles wat daarop volgde heeft veel gebracht, maar nog niet alles. Ja. Als we even die foto, hij kwam al even voorbij, laten zien van de huidige
Nou, toch wel voor mannen in de Tweede Kamer. Dit ziet er een beetje uit als de nieuwe deelnemers aan een nieuw seizoen Wie is de Mol? Maar zelfs daar doen ze meer aan diversiteit. Ja. Als je het zo bij elkaar ziet, meneer Ascher, dat is niet een vrolijk van te worden, hè? Nee, ben ik helemaal met u eens. Ja. Ik denk dat wat Jeltje van Nieuwhoofd zegt ook waar is, dat het nog lang niet klaar is en dat er nog steeds heel veel vooroordelen zijn. Ja. Dat we dus ook niet moeten zeggen, goh, wat geweldig dat we nu die eeuw vrouwenkiesrecht hebben, maar dat er meer nodig is. Hoe komt het dat dit beeld is, dat er niet meer vrouwelijke fractievoorzitters zijn? Nou, dat zit in al die partijen die keuze maken. Maar het is, als je het zo bij elkaar ziet, inderdaad gênant. En het heeft, Julia Wouters heeft een boek geschreven, De Zijkant van de Macht, waarin ze analyseert hoeveel zichtbare en onzichtbare belemmeringen er nog steeds zijn voor vrouwen in Nederland om succesvol te zijn in de politiek. En daar zit wel een opdracht in aan vrouwen, maar ook aan mannen. Om juist meer ruimte te geven en vrouwelijk talent ook eerder te erkennen en te herkennen. Ja, toch is het niet allemaal barmboos. Hè? Ik zat naar de dodenherdenking te kijken afgelopen zaterdag 4 mei. Kijk, kunnen we even kijken. En de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam, om maar iets te zeggen. De vrouwelijke voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ja. We vergeten het in zo'n hele discussie, en dat is ook goed, hè. Ja. Wel eens dat er over de tijd wel progressie is. En dat er wel degelijk iets verandert. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Op een gegeven moment is iemand de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Dan is het bijzonder. En daarna wordt het, dan normaliseert het. Inmiddels hebben we er, geloof ik, zitten we aan de vierde. En dat is wat er moet gebeuren. En ik denk in dat opzicht, hè, jullie, maar ik ook, je hebt een soort voorbeeldfunctie. En dan wordt het normaal. En dan wordt het ook voor jonge mensen veel normaler dan het voor ons was toen wij jong waren. Dus dat je een beetje een rolmodel moet zijn, ik heb dat ook geaccepteerd. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk dat is. Dan wordt ook altijd wel gevraagd de eerste vrouwelijke premier. Ja. Hangt misschien samen met of de grote partijen een voorvrouw Zeker. Leveren. Want als je die niet hebt, dan wordt dat wel ingewikkeld. Ja. Eenmaal verkiezingen en dan de grootste partij levert de premier. Ja. 20 heeft jaar, daar mee te maken? Ja, daar heeft het helemaal mee te maken. 20 jaar geleden waren er ook 2 vrouwelijke vicepremiers, net als nu. Daartussendoor niet. Els Borst en Annemarie Jootsma. En die hebben toen allebei gezegd, nou, die eerste vrouwelijke premier, die komt eraan. Maar we zijn 20 jaar verder, dat is nog steeds niet gebeurd. Ja. De grootste partij levert inderdaad de premier. Dus dat vereist dat de grote partijen, nou, tegenwoordig is geen één partij heel erg groot meer, maar dat die een vrouwen beschikbaar hebben voor het premierschap. Ja, mevrouw Van Nieuwenhoven. Nou ja, het komt ook wel omdat vrouwen van zichzelf niet zo gauw zeggen dat ik wil minister-president worden. Ik bedoel, ik denk dat het heel acceptabel is dat sommige mannen dat zeggen. Toen ik voorzitter van de Tweede Kamer werd, had ik een paar weken daarvoor een interview met een grote krant in Nederland. En daar vroeg de journalist van, nou, ik zat toen 17 jaar in de Kamer, van, goh, blijft u in de Kamer? Dit zei ik, nou ja, dus wordt nu een nieuwe voorzitter gezocht. Ik wou eigenlijk wel voorzitter worden. Ja. Nou, toen hadden we nog geen e-mail, want ik heb het over 1998. Maar mijn telefoon, mijn voicemail, die stond werkelijk vol van mannen en vrouwen met goede raadgevingen, dat je dat nooit moest zeggen uit jezelf. En dat je dat nooit... Als vrouw niet. Dat je dat heel dom van mij was. Dat je de ambitie niet mag uitspreken. En het heeft ook iets met ambitie te maken. En met een... Kijk, als er altijd, en precies wat je zegt, als er altijd mannen geweest zijn, dan is het rolmodel mannen. Als er nou eindelijk is gewoon een vrouw, dus Kajsa, zou ik zeggen. Kajsa? Zeg dat je minister-president wil worden. Spreek het uit. Ja. Ik bedoel, en zeg het tegen alle vrouwen. Ik zeg het altijd alle vrouwen in de politiek nu. Is dat herkenbaar? Ja, het uitspreken van de ambitie, uitspreken, dat je gewoon hoger op wilt. Uitspreken van de ambitie is één. Maar ik denk dat je ook heel jong moet beginnen. Want als je nooit in je omgeving hebt gezien dat iemand, een vrouw, premier is geworden, kom je ook nooit op het idee. Dus je moet ook heel jong beginnen in het onderwijs. Geef mij de voorbeelden, zodat ze ook kunnen zien dat het realiseerbaar is en dat hun datgene wat ze willen, dat dat ook bereikt kan worden. Als je dat beeld niet hebt, ja, dan kan je daar ook niet naartoe streven. Hoe liggen dan de verhoudingen in het buitenland?
bijvoorbeeld Duitsland, Merkel, ja. Er komt er nog geen aan. Nu geworden. Geen probleem meer, omdat je bijna in die landen dat al een keer gehad hebt. En dan is dat probleem van dat rolmodel en van dat je dat daar naartoe kunt werken, is ook voor politieke partijen, dat is dan opgelost. Want je hoeft niet de eerste politieke partij te zijn die zegt van wij willen per se vrouwelijke. Ja. Maar goed, ik heb nu net Kajsa aangesproken. Misschien kan ik Lodewijk dan ook meteen die boodschap meegeven. Volstrekt helder en terecht. En... Maar wordt er actief binnen de Partij van de Arbeid op vrouwen gestuurd? Zo van, kom op, want wij hebben de ambitie, ik zeg het maar, als Partij van de Arbeid en misschien ook andere partijen, maar ik heb het even over deze partij, om een vrouw op het hoogste, op de hoogste positie te hebben. We hebben in ieder geval al heel lang, en daar was vaak best veel kritiek op, De afspraak dat de helft van de kandidaten vrouw is en de andere helft man. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het veel normaler werd dat wij veel vrouwelijke Kamerleden leverden. Wat ik nu zie en waar ik super hoopvol van word, is dat bijvoorbeeld in Amsterdam en in Rotterdam voor het eerst vrouwelijke leiders van de Partij van de Arbeid zijn opgestaan. Die daar wethouder zijn, die het heel erg goed doen. Dus daar komt een vanzelfsprekend leiderschap aan waarbij het niet is dat ik ga zeggen jij moet dat doen. Want dat is eerlijk gezegd ook alweer een beetje paternalistisch. Maar die komen eraan. En zo zie ik heel veel vrouwelijk talent. Dankzij rolmodellen is het dus ook normaler geworden om te zeggen ja, ik wil leider worden van de partij. Ik wil wethouder worden, burgemeester, vicepremier. En dat maakt me optimistisch. Ik denk ook dat we aan de mediakant soms nog wat beter kan. Hè? Want je ziet nog steeds dat een vrouw die minister wordt krijgt de vraag hoe doe je dat dan met de kinderen? En dat die vraag wordt aan mannen nog echt niet meer gesteld. Mevrouw van der Linden nooit van. Maar, niet door u. Maar nee, natuurlijk is dat zo. Daar zit nog steeds een verschil in. Ja. Zou ook een rol kunnen spelen. Eventjes naar mevrouw Olland. U heeft een lange carrière in de politiek. Mensen zijn aan u gewend. Ja. En misschien dat de ambitie er is. En dan heb ik het over het premierschap. Dat zou helemaal niet zo gek zijn om dat te ambiëren. Heel logisch. Ja, kijk, de grootste partij mag de premier leveren. D66, net als andere partijen, wil iedere verkiezing natuurlijk zo goed mogelijk doen en veel invloed kunnen hebben. Dus de grootste partijen worden zelf fantastisch zijn. Ja. Hebben we 4 vrouwen in dit kabinet, waarvan je kunt zeggen, nou, die kunnen zich allemaal nu warm lopen voor het premierschap, voor het fractievoorzitterschap, voor het lijsttrekkerschap. Hartstikke goed, want je moet inderdaad die ervaring ook opdoen. Dus ik wil het helemaal niet alleen over mij hebben. Maar ik ben blij dat ik met 3 D66-collega's en ook nog andere vrouwelijke collega's in het kabinet... Waar in principe potentie zit. Ja, waar, ja. En potentie, ambitie. Hmm. En als een verkiezingsuitslag die kans biedt aan een partij... dan vind ik inderdaad dat die partij klaar moet zijn om ook een vrouw naar voren. Mevrouw Silvester, wat ook wel eens een rol kan spelen... is dat vrouwen wat terugdeinzen, omdat ze denken... dan moet ik leveren op zoveel posities. En dat zijn die befaamde 10 ballen in de lucht. En het moet allemaal perfect. En ik mag geen fouten maken, want ik lig onder een vergrootglas. Nou ja, dat heb ik wel heel erg ervaren. Ik was de eerste vrouwelijke burgemeester van Surinaamse Komaf. En ik moet zeggen, ik heb er ook best wel wakker van gelegen. Ik ben begonnen in Anna Palona. Daarna 6 jaar burgemeester geweest in Naarden. Ik wilde absoluut geen 1 fout maken. Want ik dacht, als ik een fout maak... dan is dat voor heel veel andere vrouwen die eruit zien zoals ik... kansloos. Dus ik was er echt op gespitst... om mijn werk niet voor 100%, voor 200%, maar om voor 300% te doen. Wat eigenlijk niet te doen is... Nou ja, ik heb het wel gedaan. Ja. Heel veel plezier. Dan moet ik denken aan een uitspraak van Michelle Obama, niet de minste. En die deed een pleidooi voor het volgende. I wish that girls could fail as bad as men do and be okay. Because let me tell you, watching men fail up. It is frustrating. Very frustrating. It is frustrating to see a lot of men blow it and win. And we hold ourselves to these crazy, crazy standards. Ja, raakt mij echt. Ik word zelfs een beetje emotioneel van. Ja, dat ik denk, zover zijn we nog lang niet. En was het maar zo dat dat kon. Ja. Zullen we dan maar oproepen dat wij ook fouten mogen maken? Ja. En dat oké is? Ja. Dank je wel.